Mike, since there's no other liquor in here, we must do so. Nah, clear it at once. We got this UTA line. We the drone it now. I seen back in the day, I was in my vision, how what I'm talking about. Damn, Sentinel showed up fast. Those outcasts are Tenjho something. Tenjho Tanga. Yeah. It's a similar to follow up from up Tenjho Tanga. Talking about last year. Nah. But in the last year, I talk about. I think it's 3 or 4 episodes. I don't know. In a hits on a Soviet kick van I. I show it the black marking. Uberos, eh? This is how I show up how it. I show it basically up how up the peak. So in a hits on now I come, but the half and a fader can in Saliki kicky. It was down on your hair on him. I don't know if I said that up how the peak. Praat je nou van waar zij gekeken op de tv of waar zij nou in die huidige last tijdje gekeken? Nou, het is waar hij die season wat ik gekeken nog uitdek. Ik het gaat kijken of haar season 2 is van hij. Ah, is hij. Dus die season het basically geëindigd op een cliffhanger. Ja, waar die oh, wat moest nou die good guy is. Eventually die bad guy moet begin fight. Dus hij was dus like, wat die hele season moest nou opgebouwd. Nou, in een series wat na je uitkom, waar het die verder gaan waar hij mensen moet fighten, zal ik je kijken. Want ik heb klaar allemaal zijn backstories geleerd. In die serie dat ik moest nog kijken, het ik allemaal zijn backstories geleerd. Mm-hmm. Hoe komen ze doen wat ze doen. Is, ek moet letterlik net die fight kyk. Nou as hulle nie 'n series season maak of episodes maak waar hy mense actually fight nie, gaan ek dit kyk nie. Hy is basically soos sy kyk slime no. Vir die een season kyk sy vir slime. Thanks en dan op die einde waar hy teen wat sy doen sy naam is. Die dude wat dit in bekleed daar by die al die demons by mekaar gekom het. Ja, play man. Clayman, ja. Dus de hele season bouw op nou, dat die man en Clayman gaan fight. Nou, hij komt maar daar zo. Nou, één dag is hier iets. So which means, als die next season begin, als hij mensen zo fight, die eerste ding wat moet gebeuren. Dan gebeuren hulle fight. Daar is, hoe kom ik... Of hoe kom ik hier makkelijk aan de goed van Tenjho Tanga zal kijken. Van... Die ding is van Tenjho Tanga wat ek gesien het. Die ding wat ek gesien het van Tenjho Tanga wat die bietjie pap is van my. Is dat die Tenjho Tanga is sien die main character van Tenjho Tanga. Ek dink is ons hy girlie. Nah. Is hy girlie nie? Hulle laat jy dink is hy girlie. Ik heb er onder mijn ossier gemaakt, ik kan niet zien. Ja, dankjewel, Jesus. De main character van Tenjho Tanga is Soichiro Nagi. Jou meneer Gawara. Jou wat ze heel season geslaan wordt. Oké. Okay. Nou, sinds dat... is de main character. Nou, ik heb die hele first episode gekeken. Want je had... Wat voor mij... Afgezet van hy stuk is soos die main goosie wat dan die nieuwe Tenjho Tanga soos like an Maya of Aya Natsume of iets soos hy. Ek weet eens wat sy naam is. Aya of Maya. Jy met die peeserige haare. Ek weet nie. Peesblauwe haare met die big boobs. Ek praat nou van die nieuwe Tenjho Tanga wat laatst uitgekom het. Oh, nah, ek het die shit gegeven. No? Nou, wat mij afgezet er van hij denk, van ik check ook zo, als hij zo kijkt naar, het is dus iets niet, maar ze raken ook half en half verloren. In die zin van die, ze weten wat klappen niet zo niet. Jaren, die wat die game dit doen, mijn bro. Dat was je afgenis.
Ek kan maar net shot in your arms. Ja. Want ek moet mos die dinges doen wat ek vir hulle kry in my lay attacks. Ek het die nice game, ek pang die mense nie. Hey, die het ek die expect nie. Ooh, down hulle my. Ek klap net voor jou, Lisa. Soos wat ek gesien het, by die show wat me afgesit het, ek verstaan die original Tenjho Tanga was baie met itchy en allerlei kakkeus. Ek verstaan hy paar toe, 100%. Ek vat het die weer van die show af. Maar wat my soos toen finaal net gesê, kijk je na, itchy shows kan nou eerlijk waar nog net fok over my. Dan doen hulle iets met... Dan doen hulle iets met die main girl in die begin van die show. Dan pus hy asjelf. Ek is soos like in... Ek is soos like in my bro, dis moes nou a bikkie next level fucked up van... Van... Die posisie wat die goose in sit, hy toet is front and center en hy sit in pussy asjelf man. Nou check ek soos like in, okay. Die stak hier man a sense van... Puss! Sorry, pee asjelf. Oh. You heard him to say first. Da! Hy sal een bykie next level gewees het. Nou check ek soos like an... Okay. Whatever man. Dis hoekom ek kyk nie meer etsie in my nie. As gevolg van... Somtijds... Dan... A footy etsiness, footy in sy plotie. Is letterlijk net daar vir... Vir... Softcore... Stuff man. Is al... En toe sit hy letterlijk vir my af van hy show. Hy had ons na die objective toe, want ek sien die ouwens in die voorkant van ons. So denk jy, hy stuk na, het soos een stoepel kwaai uitgedraai. Soos die itchiness na toe die season soos like oor die helft van die season kom, toe hulle nou bykie meer in depth gaan oor waar die show actually gaan, toe begin hy so super kwaai te raak, bro. So waar, die moment waar ze uitfigure wie actually die main character is, daar raak hy stil kwaai. Van die hele season, dan lyk het vir jou asof het hy cheeky is. En na het cheeky, dan lyk het asof het hy aan een buff dude is. Akomezi is een van hy twee mense. En die feit dat die main character, soos, 95% van die show verloor hy man sy fights. Die het hy ding vir my kwaai gemaakt. Hy is hier all powerful being him. Aha. Tot en met hy actually uitvind wat hy is. Ja, yes, nah, hy is actually kwaad. Ze zijn nou actually mang dat ek hy eerste show gaan, hy eerste season had kijk van de Tenjho Tanga. Die man in boven, allemaal in die fight. Allemaal wat ik kan zien is nou part van die fight, brother. Drones ook zomaar. Hier, hy trouwens is direct op kan, joh. Hulle is op alert. Hy trouwens is op alert. Oh fuck, bom ek myself raak. Van ek sien die zon, hè. Hier is a Tenjho Tanga. Net normal Tenjho Tanga. En dan... is a OVA... Tenjho Tanga, the ultimate fight. Maybe is it die ultimate fight? Spawn die ding mee voor die mens, my bro. Ek sal het kyk, ek sal het uitkyk later of het actually die ene is. Sy kan op uit die drones. Of as ek het sommer die drones uit dan one time, heb ek nog plus om 10 keer te fight. Ek kan 3 van hulle uit dan. Een. Van wat is die nou? 2. Drones. Oh, die game het vir my gespawn aan, na by wat dood te gaan dan. Dat is fijn, ik ga die drones eten. Koffer incoming. Oh wee, ik is bezig om mezelf te cover hier. Drones is allemaal uit. Ik wonder of ik iemand uit een kaskiet. Papa chopper. Ik vrieg uit de hostage zo. Chopper down. Ik kan over 10 zo tegen. Ultimate fight opgemaakt hier.
But is it 2 episodes? A fight as a so old man what sukkig wat glowing hare het. Mm-hmm. So, ek mos nou gekyk wat die laaste episode was hier. So, wat kan miskien hy as wat? I don't know. Jare lank ja. Is super lank of is like of is skouers lank? Of is skouers lang? Maar ek kyk hoe mos nou gaan voor. I see my character. Dan is die bad guy, sy haare is lang, sy haare hang op een poopje grond. Massive katana. Nou, maar Tenjho Tanga is, ik wil het kijken, maar ik weet niet meer waarom. Itchiness is alweer, is a thing of the past for me. Ja, maar ze zei die series na. Die hele series is nie soos hy nie. Nee, ek was daar maar te sê. Ja, right, alleen het ons in die fight scenes wat soos as die vrou mense bekleed word, hulle kleren afgeklap en sikkel goed. Maar achterna nou, wanneer sy actually achter die kap van die bijl kom, maar ach, kijk sy nie eens meer na hy nie. Sy smaak met die fight scenes, kijk. Want die fight scenes is actually kwaai. Nou, daar is ook om ek het oorspronkelijk wou gaan, kijk het weer. Maar na een chickie, haar kleren wordt wel mee afgeklap. Want ze is weak. En achterna, wanneer ze actually beginnen steek raak. Hij was kwaai geweest, net wel. Hij is kwaai. Dus die 2 characters wat die hele season geklap raak. Word soos die main. Haar word hulle actually steek af. Kom niet zo'n jaar kan jy. Die man is actually gewond. Maar als het nog aan kijk, ik ga het even spoilen. Nee, ik dacht ik zal het nou binnenkort kijk. Zoals Oscar Barata was, en ik dacht eerlijk waar ik zal het nou binnenkort kijk. Want, zoals die mijn nou, Soichiro Nagi, hij man traai was dus, like, een van die steekse ons in zijn school raak. Zo, alle mensen moest mekaar zijn strength, die fightstel, samen elkaar. Dan, as daar een ouwe in die series wat basically soos like, sy het sommie is man. Maar sy het sommie is actually steek. So die man wen actually fights en hy is kwaai en so on. Dan, kom die Chino, die ouwe die actually die bad guy is like. Hy man full of fuck, hy man worry nie so as jy, hy man stiek veel min of so. Dan, word hy het actually a curse, of sy familie het a curse. Wat hy dan inherit, wat vir hom so steek maak, dat hy allemaal moes nou kan klap. En hy maak dat hy moes nou die bad guy raak, soos niemand kan vir hom keer, hy kan doen wat hy wil of whatever. En dan klap hy moes op hom vir die Soichiro Nagi en sy Tsumi. Soos hulle kan hom nie aanvat he. Hy sê hy dan, hy kat as, allemaal wil smut. Na, oh hy man klap allemaal my bro, allemaal waar hy nie, hy man klap sy sister ook. Is die chickie met die PS daar? As sy sister. Die een wat sy denk is die main character aan die begin en hy sy sister, hy man klap sy sister. Hy man denk niks af aan nie. Maar dan achterna, wanneer dan vind hy Soichiro Nagi like die actually uit dat sy clan, no? As is like a clan wat basically die power het het om 10 sulke curses en spirits te fight. En dan, op die laatste episode, dan maak hy ou actually vir hom dood, of soos half dood. Vir hom wat Soichiro Nagi is, dan stiek hy maar nou met hom in die soort, maar zo. En wanneer hom stiek met die soort, dan ek te weet, hy ou actually sy powers, die vir hom dood te maak. En hy is hoe sy clan, soos like die steekste clan was, maar hy het dit geweet nie. Ek twyfel dat hy nou nog weet. Want niemand sê hy vir hom, die hele season, niemand sê vir hom, kijk jy my bro, jou clan is actually soos een steek of wat, even nie, want hy man is die laaste ene. Ek is ene kuif. En dan, whenever, hy eventually uitvind, kijk jy na, maar kijk jy ek een steek,
beëindig die season. So, wat nou moet gebeur is, hy moet nou net omdraai, hy moet die huisie nou geklap. Hy verveel sy aan die object. Oh yo, fuck off. Van Texas, Daar is sekere enemy stuff, ne? Wat ek glad nie min vibe, man. Soos, wat is hy een sy naam? Ek is nog as een big fan van as mense kan transform in swords en sulke kakke. Sy sien soos van... Soos Soul Eater. Sy sien soos een Soul Eater. Ek mis jou gevoels om hy dan klaar te kijk. Nee, ek het eens hy dan klaar gekijk vir hy reden. Ek denk jy het klaar gekijk. But apparently a Soul Eater en Fire Force is somehow gelinkt met mekaar. Ek dink Fire Force is die future van Soul Eater of something soos dit. But die ding is, toe ek moest nou Fire Force klaar gekyk het, toe voel ek moest nou fok waar. Ja, nou drone af al. Awe, ek soek wat die ding op die grond. Toe ek moest naar Iron klaar kijken, toe voel ek moest nou volk wat en hoe die twee gelinkt is aan mekaar van Fire Force is voor mij baie bitter show as Soul Eater, straight up. Ik vind die waar die twee gelinkt kan wees met mekaar nie. Ek ga nou met onne correctie praat, but soos ek verstaan, die waar Fire Force eindig. Nou? Ek het nog niet klaar gekeken. Nie Fire Force, nie. Sorry. Die Fire Force, the way Soul Eater eindig. What do you want? Please. Zij zien ons. Zij zien ons, dat is misschien mijn dude van Fire Force. Ik weet niet dat jij nog was de site geweest. Nee, bij Fire Force, man. Zij zien ons, dat is wat die Excalibur moet zijn. Niet die om in de Shark Tanner, die andere oom. Die oom met die. Wat die Excalibur zo dit. Wat het die einde hij is niet een van die main characters, hij heeft een soort wat net te handel is. En dan maak hij laat die vlam bij die soort uit komen. Oh ja. Nou, die soort, ne, somehow is gelinkt in hij en een show. En dan maak hij man, like in die soort wat die broertje gebruikt, een Soul Eater. Dan maak hij die soort al daar. En wanneer hij die soort krijgt, praat hij zoals like een knight, die over hij soort control gaat, zoals like een king wees of iets daar. As hy so'n passage uit die ander show uit, en dan weer een passage uit die nieuwe show uit, wat essentially die twee connect aan mekaar. But, ek weet nie of jy gesien het, by Fire Force het hulle moes soos een moose stuk generator noem, wat moes soos een warmte gee, om kracht te gee vir die hele plek moes nou wat, hulle moes nou in bly. Soos, die ding, sy creation, was ook gelijk gepraat met aan die ander kant, en as hy, mijn dude, in Fire Force, amakas, hy soos sy super ability gebruik, wat hy amper soos een uitfreak, wat hy soos op die peak van sy ability gaan, dan sien hy man, die altijd sikke wit en swat goed is, soos hy sien alles in black and white, en wanneer die gebeur saam met hom, en die is ook somehow a connection met die eerste show en met die nieuwe ene. Toe denk ek, die way hulle alles probeer vir ons verduidelik, is actually baie klas. Soos hulle gee vir ons, hulle gee like, klein hints, om vir jou te sê, kijk en hy, dit is hoe die twee kies connected aan mekaar is. But, ek personally, voel a fuck wat die feit dat hy twee geconnect is aan mekaar, van ek dink Soul Eater is die bitter show. Ach nie Soul Eater nie, Fire Force is vir my die bitter show, van hulle action is kwaai. Wat is het veel spoof? Sê weer? Oh shit. Die tower lyk my as clear. Wat sê gelijk? Is het drone wat daar buiten rijdt? Oh, ik zie normaal, ja. Ik zie mijn gun niet op... Is er weer... nog iemand? Sinds hij Chinese bra wat die touwen, wat die drones gemaakt het ofzo. Wat even hij bra met die drones te doen het. Hij man zegt, zeg eens oor als op je screens mee, bro. Klom. Oh, echo's.
Die drone spray weer poison in die oor af. Okay, ja. The fuck? Okay. Dude. What? Ik heb alles al gezien die met drone. Ja, hij zit er weer aan. Oké. Okay. Zolang die man is zien. Ik heb eyes op Harpy in een paar seconds. Harpy gaat slaap. Dit chickie maar ik had kouwe vat, ja dat kakt om van mij. Maar steek een fruit in haar klop en twee miniguns en vast mee waarom. En dat doe ik waar hij is. Als alle twee alles staan voor mij. Oh die kan. Oh hij is een van onze ones, never mind. Nice kid, is een big boy. Twee van alle. Oh twee van alle. Twee van die bastards. Nee, hij was no weak sauce aan mij. I'm so stupid, must like the manga. Classic gnome, classic gnome. That's all for Harpy. You want to like nasty barbarians from wildlands. So effective now. Ah, crazy, you know, like a mask on my mask. I need the mask on right now. Oh my god, you go crazy, want to fuck mask. Nah, I go for my mask. But the mask looks off, plus. Op masker, I believe. Nee, ik zei zoals allemaal kamer masker, zoals wel. Most actual. Nomad. Over. Nomad. Good. I've gathered more intel on Raven's Rock. Try to give you a clearer picture. They have legit roots in the Russian military. But the coup they staged in 24 branded them as ultra-nationalists and traitors. I was in charge of the operation to put them down. Wie is die bra wat aan je praat van ik het moest in het begin van de missie als wel, hè? Is this same fish on you? The bro. Is the son of the original founder, Vitaly Bukharov. I'd say revenge is high on their list of priorities. Not to mention, we've learned that Stone promised to help them launch an offensive on their homeland after they attack the U.S. They've good incentive to help Stone see this through to the end. Fresh skill point. Out here.